Het Hof kan het niet maken dat een uitspraak van 20 jaar door de Krijgsraad geëist en opgelegd, dat die wordt aan de kant gezet. Romeo Hoost hoopt op gerechtigheid ruim 40 jaar na de decembermoorden in Suriname. Zijn neef, jurist van beroep, werd in 1982 samen met 14 anderen gemarteld en vermoord door het Surinaamse leger. Morgen oordeelt het Surinaamse Hof van Justitie in hoger beroep over de directe betrokkenheid van toenmalig legerleider Desi Boutersen. Maakt de heer Boutersen zich zorgen, denkt u? Hij maakt zich natuurlijk zorgen. In 1980 greep Boutersen de macht met de militaire coup. Twee jaar later, in de nacht van 7 op 8 december, werden 15 prominente Surinamers, onder wie journalisten, advocaten en militairen, door het leger doodgeschoten in Fort Zeelandia in Paramaribo. Tot en met de dag van vandaag houdt hij vol dat de mannen bezig waren een tegenkoep tegen hem te plegen. In een interview met AT5 in 1998 gaf Boutersen enige verantwoordelijkheid toe. Hij was toen tenslotte militair bevelhebber. De baas van het leger is altijd schuldig. Maar directe betrokkenheid heeft hij altijd ontkend. Hij heeft een videoopname laten maken waar hij tijdens de moorden een van de slachtoffers Kamperveen verhoort. Boutersen werd zowel in 2019 als in 2021 veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol tijdens de decembermoorden. Het laatste woord is morgen aan het Hof. Opnieuw eist justitie een gevangenisstraf van 20 jaar. Boutersen, die tot 2019 nog president was van Suriname en nu oppositieleider, waarschuwde de rechters afgelopen week nog tijdens een partijbijeenkomst. Hij heeft ze geïntimideerd. Rechters, weten jullie wat jullie doen? Want het land is wel in een behoorlijke slechte toestand. Als jullie dit bij gaan doen, ik vind het pure intimidatie. Hoost verwacht dat Boutersen ook morgen 20 jaar cel aan zijn broek krijgt. En dat hij dan meteen met een gratieverzoek gaat zwaaien. Morgen vindt de berechting plaats. Kan nog tijdrekken zijn met gratieverzoek, etcetera. Maar na een jaar of twee is dat ligt de weg open. En daarmee doelt Hoost op de weg naar Suriname, voor hemzelf. Ik heb vanaf de moorden als principe gesteld, principeel, ik ga niet naar Suriname terug zolang deze man op vrije voeten is. De moordenaar moet achter de tralies zitten.